Ja, hallo allemaal, dit is Björn van Oftewel Bliefjes en welkom terug bij Bus Simulator. De vorige keer toen wij weggingen, ja, het is me trouwens gelukt. De Tobii Eye Tracker die functioneert nu eindelijk. Wat we de vorige keer hebben dan, we moeten doen, is de route 2 rijden. En we moeten even dat met deze bus moeten we dat doen. These buses are so nice. Dus daar is mijn bus. En moeten we nu route 2 moeten we gaan rijden. Dus we geven even aan boord van de bus. We gaan eventjes instappen. We're taking over the bus. Oh. Wel liever in... Waarom? Oh, ik moet even met mijn muis die kant op gaan. Prima. Even kijken. De wipers doen we natuurlijk even aan. Open de map. Make sure your bus is stationary. We're checking on the map to be safe. Ja, dat is prima. Geen probleem. Select routes. 2. En dan. Drive now. Oké, nice. Met deze bus. You currently have an active waypoint. Starting a new route, remove it. Yes. Oké, nice. Nou, we gaan route 2 rijden. We moeten natuurlijk wel eerst even de deuren sluiten. Heel goed. Kijk, we kunnen ook mooi zo opzij kijken. Dat is wel heel erg fijn namelijk. Het enige wat nog wel is dat mijn stuur is nog steeds wel knijter, lastig. Oh, fijn dat ook al een druppel zien naar beneden ingaan trouwens. Even kijken. Ja, en ik heb trouwens het rempedaal nu op de juiste... ding gezet, dus dat is nu ook heel prettig. Dus mijn rempedaal die klopt nu. Dus ik kan nu makkelijk met twee handen ook gewoon sturen, dus ik kan meer kracht zetten. Dat is wel heel erg fijn namelijk, dat ik meer kracht kan zetten nu. Alleen de rem is nog wel een beetje heel erg overdreven, want ik druk echt mijn rem een klein beetje in. En die bus schiet direct gewoon vol in de ankers. Zo, nou. Zo. Kijk, nu kan ik heel makkelijk namelijk om me heen kijken wat er ongeveer aan de hand is en hoe ik aan het rijden ben. Dus dat is wel prettig. Hebben we hier een busstop? Nee. Deze moeten we overslaan. Onze eerste busstop is daar pas in de verte, dus dat hebben we nog eventjes... prima de tijd voor. Even kijken, we moeten dus hier zo even gaan stoppen. Zo. Dan. De kneeling was voor mijn veer, dacht ik, hè? Ja, je moet. Oké, ik moet eerst veer drukken en dan kan ik pas de. Deur open doen. Oké. Dus volgende keer eerst kneelen. En dan de deuren pas open. Zo. Nou, dan moeten we hier af. En hier links. Ja, we hoeven hier niet te stoppen, vriend. Hier dus links. Ik ben in ieder geval blij dat ik de indicator goed gebruik volgens deze mensen. Dat scheelt alweer, toch? Nou, dus hier bij een bushalte. Dus eerst kneeling. En dan pas de deurtjes open. Hey, it's Mira. I hope everything went well. I've already got our what? Next. Was dit route 2? I want you to meet someone. I'll invite her into the call. This is Trish Harper. I'm the spokesperson for tourism. Nou, kom op met dat geld. I'm so glad to meet you. And I'm so excited about connecting all the city's places. Living here just got a lot better. Let's start with the West Oakwood. It is the heart of the city's nightlife. It would be great if people could take the bus home after a long night out.
Ja. Ik moet dus een route maken. Open de map menu. Nou, dat doen we met tab. En dan. Oh, create route. Ja. Ja. Oké. Oké, zo kun je dus een soort van eigen route maken, I guess. Apply changes. Would you like to automatically assign available buses on this route? Would you like, you can customize the assignment in a timetable menu anytime. Trish is absolutely right. Let's drive our new route at night and enjoy the pulsing heart of the Angel Shore nightlife. Oké, prima. At night is leuk, denk ik. Advanced time. Nou, wat is at night? Dit is toch wel nice, I guess. Oh! A passenger is listening really loud music. Ja, en? Oh, between 10 p.m. Zo, dat is wie luistert hier die muziek? Like their new bus line. My bad. Shut up. Sorry. Oké, okay, drive route 3. Oké, okay, dat is dus eigenlijk gewoon nu, dacht ik, hè? Nou. Let's go, I assume. Ja, dat is wel handig inderdaad. Ja, turn off wipers when there's no rain. Hier af. Zo. Hier ook weer af. En dan moeten we hier als eerste zijn. Eerst knielen natuurlijk. En dan de deur open. Heel belangrijk namelijk. Niemand meer? Wel toch? What a night. I'm exhausted. Ha! What a night. A person has seen fallen asleep. Don't forget to wake him up at the end of your route. Did I turn off the oven? Ja. Wakker man. My cat kept me up all night. Oh ja, je krijgt natuurlijk wel van die hele random verhalen hier de tijd aan het boord, zeker hè. Ik was er wel een beetje bang voor. Oh. Waar lig je van die pionnetjes? Reis ze maar omver. Oh. I can't get that All Directions song. Your love makes me strange, out of my head. Oké, okay, wat vervelend voor je. Ik heb ook geen idee wat voor een nummer het is. Is my ticket still valid? Ik heb geen idee. Mensen vragen ook om dingen waar ik denk van, mijn god, wat moet ik ermee eigenlijk? Ja, ren maar gewoon weg, dat kan ook wel. Prima, ja. Single ticket, please. Oh, wat ticket? Een regular one trip, eentje. Thanks. Oh, nou, alsjeblieft, I guess. Zo. We moeten wel iets met de breaking points doen, want die zijn echt verschrikkelijk. Moet ik hier een soort keer een U-turn maken of zo? Waarom? Dan ben ik een beetje doorgeschoten, denk ik. Last stop. Betekent iedereen eruit.
You've reached the end of the route. I know. Is niemand achtergebleven? Lijkt erop van niet. Mooi, prima. Alright. En dan moeten we terugrijden naar Jetty Drive. Oké? Okay? Het is wel een beetje een soort van weerwar van straten, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik kom echt met mijn kleine thee mag ik dit ding wel bedienen wat dat betreft. Oh, goeiedag, hé. Wat wil je dat ik doe? Ik heb hier niks te zoeken, hoor. Ik moet alleen wel af. Ik zag al mensen helemaal naar die busstop heen rennen. Ik denk van, waarom zou je? Is er helemaal geen nut? Ik heb toch geen dienst momenteel. Oh, de game zit ook op miles per hour, zie ik nu net. Nou, tot nu toe ook nog geen gek hoed had gereden. Of zo'n ding geraakt, hè. Moet ik hier nou stoppen, of? Ja, anders zou je dat niet zeggen. Zo. Hello. Hallo. Man, it's really cold. Hey, sommige lui stappen achterin in. Heb je dan wel een kaartje? There it is. Oh, nee. Dat is niet de bedoeling. Give me just a minute. Oké, okay, ze hebben wel een kaartje, prima. Dan is het goed. Oh, ik heb de indicator niet gebruikt. Ik weet niet of dit nog telt, maar goed. Yes, in the Denali Research District. Oh. Bremsen, het is rood. Nou niet meer. Hier hoef je niet te stoppen. I hope we'll get to my stop soon. Ja, joh, wat jij wil. Ja, sorry, hij stond niet zo lang aan, hoor. Sorry, hoor. Zo. Niet vergeten om te vernieuwen, natuurlijk. Heel belangrijk. Level 3, let's go. Oh, was dit route 2? Hebben we nu serieus route 3 niet gereden net? Oh my god. select. Hebben we dan nu route 3 wel? Ik weet niet wat dit voor is, maar... Oké, hebben we nu dan wel route 3? Ik hoop het dan toch. Oh my god. My bad. Sorry.
I recently went camping with my family. A good friend of mine, Josh Out of Graham, hours. Do you know him by chance? Recommended a very nice spot in Coyote Bush. What a weekend. We were sitting by the fire, telling stories. Drive now. My daughter is getting pretty good at telling stories herself. Okay, oh my god, ik had gewoon de goede route niet ingezet, ja. But it was getting so late. Maar het is nog wel... Oké, we hebben nog wel tijd genoeg. Oké. So I asked just close her eyes for a second. Oké, is dit als een gratis... route die we gehad hebben, I guess. Oh, wat moeten we hier allemaal doen? Moet hier wel een hele gekke bocht maken. That's my stop. Mooi! Dat dit jouw stop is. Niemand heeft jou wat gevraagd. Just one more workday and I'm off. Ja, dat... Is fijn. Since I started using the bus, I don't have to worry about parking. Nee, je hoeft je dat geen zorgen te maken om te parkeren als je met de bus gaat, dat klopt. Waarom stopt hij? Oh. Has anyone seen my phone? I thought I had it in my hand. Je hoeft hem niet te stoppen. Ik wil zeggen dat ik deze stoplicht heel erg graag vind. I recently went camping with my family. Don't forget kneeling. Nee. Kneeling is eigenlijk uber belangrijk. I'd like to buy a ticket, please. Oh ja hoor, geen probleem. Dayticket eentje. Met €4.60. Alsjeblieft. Wie is aan het snurken? Die denk ik. Oh. Wait a second. Give me just a minute, dear. Just a minute. Oh my god. We hebben iemand gepakt die zonder ticket reed. Dat mag niet. Sorry. Thank you. Alsjeblieft. Nou, er is toch iemand gepakt, hè? Regatta en Jenny. Dat is hier gewoon letterlijk om de hoek, joh. Nou, uitstap met die handel. Could you lower the ramp? I'd like to get on the bus. Ik weet niet wie dat zei, maar... Oh, een rolstoel... passagier. Die had ik niet eens gezien, zou ik je dat vertellen. Mooi. Ja, natuurlijk, joh. Gewoon lekker voorbij gaan. Nou, ik zie nu ook staan dat we echt route 3 aan het rijden zijn. Dus dat gaat nu wel goed, denk ik. En we doen het in de avond, dus dat is ook helemaal goed, denk ik. Maar die rem, ik rem echt heel zachtjes, maar ik heb het idee alsof ik mijn voet door de effing bodem heen druk, zeg maar, zo hard dat die bus remt.
Zo. My son and me are going fishing in Seaview on Sunday. Wat fijn. It's really cold tonight, but at least the bus is heated. Senior, one trip. Zoveel geld terug. Alsjeblieft. Zo. Flinken Street. Nou, dat is een Flinken Street, dat. Please leave the bus. Met andere woorden, dan moeten ook de dingen eruit. Dat heb ik gedaan. Yes, you reached the end of the route. Heeft hij hem geteld? Ja, oké. Okay. Drive back to Jetty Drive, oké. Okay. Nou, dan gaan we terug naar Jetty Drive. Ja, daar moeten we naartoe namelijk. Oh. Dat is wel een beetje een sportieve manier van die bocht nemen, in alle eerlijkheid. Oh, het leek alsof er een auto uit de lucht letterlijk vloog. Ik zie dat daar een flitspaal is, maar... Ik heb geen idee hoe snel we hier mogen rijden, door. Zo. Laat hij mij nou voor? Oké. Okay. Hey, boss. Steve speaking. The driver on the other route called in that they're not feeling well. Oh, no. Can you take over for them? By the way, if you want to know when the next bus is coming, just take a look at the timetable. Even kijken. Bus stop ready for upgrade. This can be done via the map screen. Don't forget about kneeling. Okay, kan ik hier de boel upgraden dan, ja? Even kijken, hoor. Dat is deze toch niet meer aan, of niet? Oké, okay, en nu? Is dit gewoon nu... Oh, increase level. Hmm. Ik heb geen idee of ik nou iets goed doe of niet. Maar ik ga eerst even uit de bus. Leave the bus at Jetty Drive and hold C for leaving your route. Oké. Okay. Even de deur open doen. Hold C. Done. Oh, die wordt ik wel zo overgenomen. Hartstikke prima zo. Take over bus from the other driver. Is dat die? Ik denk dat dat die is. Dat zal wel de zieke driver zijn, I guess. Maar... Hoe zit het nou dan met... Deze is gewoon nog level 1. Deze is level 3. Nou ja, ik weet alleen niet wat er nou precies dan gebeurt op het moment dat ik dit doe, zeg maar. Dat je deze dingen upgrade, maar het zal wel. Ik denk dat ik eventjes voor vandaag hierbij leid, dames en heren. Mocht je de episode leuk vinden, doe even dat blauwe duimpje omhoog. Als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En als je graag meer van mijn afleveringen wil zien, kun je uiteraard abonneren op het kanaal. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken. En uiteraard tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.